Nou, al ruim een maand, misschien al langer, heb ik last van slapeloosheid. Ik kom gewoon niet in slaap. Ik heb een soort jeukend gevoel in mijn benen en in mijn armen. En ik ben gewoon 2 uur bezig om in slaap te vallen. Nou is dat best lastig, want ik werk 's nachts. Dus ieder minuutje slaap kan ik goed gebruiken. En ik schijn niet de enige te zijn, want we hebben heel erg veel reacties binnengekregen van jullie over slapeloosheid en wat je daartegen kan doen. Vandaag gaan Hille en ik jou uitleggen hoe je daar vanaf komt. Eerst is het heel erg belangrijk dat je voldoende zonlicht binnenkrijgt, of tenminste op je huid krijgt, want dan maak je vitamine D aan. Wat heel erg belangrijk is om ook in slaap te komen en om je ook wat gelukkiger te voelen. Vitamine D is niet het enige belangrijke. Ook kan het zomaar zijn dat je een beetje ijzertekort hebt. Als je niet voldoende groente of vlees eet, dan ligt het op de loer. Hoe kan je dat herkennen? Je komt heel moeilijk in slaap. Het jeukend gevoel in mijn benen, dat noemen ze ook wel het rusteloze benensyndroom. Dat heb ik niet verzonnen, dat is echt serieus zo. En dat komt dus vaak door tekort aan ijzer. Hoe kan je dat oplossen? Je kan natuurlijk naar de drogist gaan om tabletjes te halen. Maar zeg je nou, ja, ik wil geen pillen slikken, dan zijn gedroogde abrikozen ook een hele goede tip. Die pakken hartstikke lekker trouwens, lekker zoet. En eet ook voldoende spinazie, want spinazie zit echt bomvol met ijzer. Kan je goed gebruiken. Tip nummer 2. Wat heel goed schijnt te helpen, ik heb internet even het een en ander opgezocht, wat heel goed schijnt te helpen zijn ademhalingsoefeningen. Een hele goede methode hiervoor is de 4-7-8 methode. En dat is een ademhalingsoefening die ervoor zorgt dat je lichaam ontspant en dat je dus makkelijker in slaap kan komen. Niet alleen helpt het tegen slaap, maar heb je bijvoorbeeld last van agressie of boosheid, kan deze methode ook helpen om je lichaam te kalmeren in rust en je hoofd weer leeg te maken. Wat je doet, je legt je tong achter op je gehemelte, vlak achter je voortanden. Je ademt 4 tellen in door je neus. Houd vervolgens 7 seconden je adem in, dus je houdt je adem vast. En vervolgens blaas je in 8 seconden weer uit door je mond, waardoor dit geluid ontstaat. Dus hou je top op je gehemelde en blaas vervolgens uit in je mond. Herhaal dit 2 à 3 keer. Probeer het ook meermaals per dag te oefenen, zodat je het onder de knie krijgt. En de volgende keer als je niet in slaap kan komen, gebruik deze methode. En je zal zien dat je lichaam in een ruststand belandt, waardoor je veel makkelijker in slaap komt. Nou, de volgende tip, daar moet je misschien een iets sterkere maag voor hebben, maar het schijnt wel heel erg goed te helpen. Want wat blijkt nou, als je een ui kookt in melk, dat laat afkoelen en opdrinkt, dan schijn je echt te slapen als een roosje. Ja, we zijn de minste niet, dus we gaan het even proberen voor jou. Kijken of het veilig is om te drinken. Dus ik heb hier een uitje, snijd door de helft. Als je dat hebt gedaan, gooi het in een pannetje en doe er een beetje melk bij. Koken er maar. Dit kookt erin. Hoe vind je het ruiken tot nu toe, Juri? Nou, het ruikt best wel lekker. Gewoon als een soort sausje. Zeg ik heel enthousiast en vol met goede moed. Het begint langzaam te koken, dus zometeen gaan we proberen. En dit is dus het wondermiddel wat je in slaap zou moeten brengen. Laten we het gaan testen. Het ruikt naar melk gekookt met ui. Je moet je even bedenken, je hebt een hele lange dag achter de rug, je komt niet in slaap. Je hebt alles geprobeerd. Nou, dan heb je nog maar 1 keus. Een ui laten koken in melk. Dat even laten afkoelen en dan opdrinken. Want dan val je in slaap. Ik geloof er geen reet van, maar we gaan het even proberen. Het smaakt naar kipfilet. Ja, het is echt. Het smaakt een beetje naar een soort gekruid kipfilet. Het is niet lekker. Wow, inderdaad. Maar het is ook niet vies. Nee. Het kan een soort marinade zijn dit. Wat is de conclusie? Nou, weet ik niet. Als ik in slaap val zometeen, dan werkt het. Ik neem nog een slok. 20 minutes later. Jezus, ouwe. Werkt wel goed. Nou, vond jij die thee met ui nou echt niet te zuipen, dan hebben wij nog een tip.
Er zijn heel veel verschillende soorten thee die goed schijnen te helpen tegen slapeloosheid. En wij hebben daar een aantal uitgepakt. Nummer 1 is kamillethee. Dat is iets wat je gewoon bij gewoon in de supermarkt kan kopen. En smaakt ook nog eens best wel goed. En kamillethee werkt daarnaast ook goed tegen misselijkheid. Een tweede soort is gewoon muntthee. Dat is iets wat iedereen vast wel eens heeft gedronken. Munt heeft eigenschappen die in staat zijn het zenuwstelsel te kalmeren en je dus helpen bij het in slaap komen. En nummer 3 is hop. Sommige van jullie zullen het ongetwijfeld kennen, maar dat wordt heel veel wordt gemaakt om bier te brouwen. Maar hop heeft dus ook eigenschappen die ervoor zorgen dat je sneller in slaap valt. Het werkt namelijk als een kalmeringsmiddel die specifiek zich richt op stress en slapeloosheid. Ten eerste bevordert het je spijsvertering en ten tweede zal het je ook helpen om moeheid, maar bijvoorbeeld ook migraine te verhelpen. Dat waren ze dan, 4 tips hoe jij het best in slaap kan vallen. Als jij deze tips hebt uitgeprobeerd en werkte ze of werkte ze juist niet, laat het ons even weten in de reacties. Geef even een duimpje omhoog. En wil jij nog tips van ons weten? Laat het ons weten in de reacties. En dan zien wij jou de volgende keer bij een nieuwe video. En vind jij honden leuk? Abonneer dan eventjes, dan zie je meer van dit. Dat is handig.